Dude, what are you doing? Wat doet hij? Hallo en welkom bij een nieuwe video van mij, DBGamer. Ik speel nu al een tijdje Rocket League en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe goed jullie mij nou eigenlijk vinden. Dus ik ga in deze video gewoon een paar leuke potjes spelen en dan kunnen jullie even zien hoe goed ik nu ondertussen ben in deze game. Als je tips van mij hebt, is hartstikke welkom. Ik ben echt nog hartstikke beginnend. Ik kan een paar basic dingetjes, dus ja, we zien het vanzelf wel. Laten we beginnen. Let's go. Few moments later. Oké, daar gaan we. Let's go. Oké, we beginnen met een duel. Ik ga straks ook nog een duootje doen en ook wel even een potje competitive. En we hebben meteen een goal. Oké, ik weet niet wat die... Oké, dit is een redelijk onbekende guy. Ik had verwacht dat ik tegen wat betere mensen zou komen eigenlijk. Misschien moet hij ook nog inkomen. Wat? Oh mijn god, hij dook er langs. Oké, big oef voor hem. Ik heb geen idee wat dit nou precies voor guy is. Of waar, welke rank die speelt of zo. Oeh, die speelt hier wel heel handig over mij heen. Ah, ik probeer hem nog te stoppen. Nice goal. Oké, let's go. There we go. Goede voorzet op mezelf. Ik weet niet of hij kan die niet helemaal goed tegenhouden. En ik mis de bal. Dat is niet heel goed. Dat is heel slecht zelfs. Ik weet niet of ik deze... Hupsakee. Die kan ik ook nog wel net hebben. Die heeft hij. Oké. Hij is wel redelijk op de aanval. En ik ben wat meer rustiger aan het spelen nu. Schot op goal had hij daar. Via de muur laten bouncen. Ja. Oeh, die was wel nice. Die vond ik nice. Er zijn waarschijnlijk echt guys bij die denken echt van... Ja, maar dat is echt makkelijk. Laat mij. Ik speel dit spel nu, ik denk een half jaartje. Ja. Dus laat mij. Dude. What? Dude. What are you doing? Wat doet hij? Wil hij me laten winnen of zo? Wat? Huh? Oh nee, je gaat niet zeggen dat ik ben in zijn troll getrapt. Was dit zijn troll? Dit was een troll, sowieso. Sowieso, dit weet ik wel zeker. Oh mijn god. Huh? Gaat hij nu wel weer normaal spelen? Ja! Oh, wat een nare guy dit. Oh! Dat werd ze niet. Chips! Ga terug dan! Ga! Nee! Ik ben te aanvallig aan het spelen. Oh, ik laat mijn goal te veel openstaan. Chips. Yeah. Nee, wat doe ik? Oh mijn god, wat deed ik? Nee! Oh nee! Ik ben zo erg aan het kloten! Nee! Oh mijn god! Nee. Oké. Ik heb goede uitname hier. Ik ga meteen voor de boost. Goede boost. Ik probeer hem de langste spelen. Oké, hij verdedigt hem. Ik had hem niet gescoord trouwens, maar... gaat hij erin? Nee. Gaat deze erin? Nee, natuurlijk niet. Omdat ik gewoon niet zo had moeten schieten. Maar
Misschien kan ik het nog recht zetten door hier een balletje te schieten. Gaat er ook niet in, maar hij mist hem. Niet, maar trouwens, maar... Over hem heen spelen, misschien helpt dit. Ja, oké. Als ik hiermee scoorde, hè. Oh, dat was echt de meest droge schot ever. Echt zo hier. Poenk. Oké, dit gaat een risico worden. Maar ik weet niet of dit gaat werken. Gaat hij het doorhebben? Hij heeft het niet! Wat doet hij? Yes! Woo! Oké, okay, nice. 5-4. En hij is geforfeit. GG. Oké. Okay, hier zijn we dan in een potje Rocket League. Weer. Ik heb geprobeerd Michael, oftewel iemand waar ik veel Rocket League mee speel, te contacten. Maar hij kon niet. Of hij eigenlijk reageerde hij niet. Dus ik moet het met een random duelmatige doen. En de tegenstander heeft alweer gescoord. En die andere is een The Fantastic. Ik weet niet of dat een hoge rank is, maar ik heb zo'n gevoel dat het hoger is dan wij. Wat doen wij hier? Oh mijn god, goede communicatie dit. Chips! Deze moet ik hebben. Deze gaat voorkomen. Lekker team. Oh god. Over hem heen gespeeld. Boost pakken. Voor zijn neus weg. Oké. Misschien kan het team het wat ervan maken. Nope. Nee, dacht het niet. Oké, top. Ik weet niet hoe ik er langs moet komen, want die dribbles hebben sowieso niet heel veel zin bij dit soort mensen. Die weten hoe ze dat moeten tegenhouden. Hetzelfde met airballen. Chips! Nee, teammate! No! Oh mijn god, hij is ook gewoon geliefd. Nee, nu moet ik met een bot gaan spelen. Hallo bot, how are you doing? Alsjeblieft, kan er weer een nieuw iemand joinen? Zou wel fijn zijn. Yes, er is een nieuw iemand gejoind. Voor mijn team. Die doet... Wat doet... Oh mijn god, hij wil hem bijna wegtikken van ons goal. Hij schiet... Oh mijn... Van net zeg, is iets mis met mijn ping of zo? Jemig. Yes, come on, please. Oh mijn god. Oh, dat was zo close. Zo close. Oh, oké, dat was een heel erg risico. Maar nu kunnen wij misschien op de counter. Misschien kunnen wij nu... Oh mijn god, ik mis hem. Nee, teammate, kom op. Oh, dit is zo stressend. Dit is zo stressend. No! Oké, gelukkig niet op goal. Oh, zo. Het kan nog steeds, 30 seconden, maakt niet uit. We still can do this. Als we hem scoren, wou ik zeggen, maar. Nee, deze guys die hebben ons wel. Dit waren goede tegenstanders. Voor mij dan. Nee, jullie gaan niet nog een keer scoren. Dat zeker niet. Ik ga toch nog wat proberen. Ik heb nog vol boost. Huh, schot langs de zijkant. Go! Gaat hij nog eens goal in? Much later. Oké, we gaan nu een potje competitive doen. Competitive duo's. Dus let's go. Ik hoop, als we dit kunnen winnen, dat zou heel leuk zijn. Maar ik kom nu sowieso tegen nog betere mensen waarschijnlijk dan die ene guys. Of misschien niet, we never know, maar... kom op. Please. Teammates, oké, okay, nice. Misschien kan ik wat uithalen, nee. Yes! Woo! Nice shot! Thanks! Oh.
Oké, 1-1, 1-1, let's go. I got it, ja, is goed. Ik ga er wel op af. Als ik hem kan hebben, zal heel chill zijn. Heb ik ook. Dat is een beuk in de rug. Dat was heel naar. Misschien nog. Het kan nog, het kan nog, het kan nog. Yes! What are you doing? Oh, heeft hij tegen zijn teammate. Oh. Please. Oh, lekker teammate. Assistje. Nice. Oké, natuurlijk. Winner bij Forfight. Ik vond het eigenlijk ook wel een prima match om deze video mee af te sluiten. Ja, iedereen bedankt voor het kijken van deze video. Geef deze video een like als je hem leuk vond. Druk hier beneden even op het abonneerknopje. En natuurlijk als je geen video wil missen. Druk op dat belletje jongens, vergeet dat nou niet. En ja jongens, dan zeg ik nog maar één ding. Of jongens en meisjes natuurlijk. En dat is... La.